De meeste bazen aan de echte top zitten zelf niet in Nederland, maar veel in Spanje of in het Midden-Oosten. Ik ben voor deze serie naar Libanon gegaan. Daar woont Min Kok, een voormalig topcrimineel. Want naar eigen zeggen zit hij niet meer in het milieu. Eerst sprak ik ook met Mink over hoe de drugswereld in Nederland veranderd is. Mink was in de jaren 80 en 90 groot met drugs en wapenhandel. Een balletje tikken natuurlijk, hè, met die jongen, hè? Een panna, zeg je? Dat is een mooie panna, hè? Nu wil ik van hem wel eens weten hoe ze het doen vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Mink wil me daar eigenlijk liever niet over vertellen. Hij wil oude vrienden niet in de problemen brengen. Over één methode wil hij wel wat kwijt. Hé, Mink, kijk, daar vaart een boot. Stel dat we nu al 1000 kilo coke hebben. Hoe krijg ik het erop en hoe krijg ik het later weer eraf? Ja, er is altijd een weg. Wat doet een piloot in een vliegtuig? Automatische piloot. Hoe denk je op het zo reusachtig schip gaat? De bemanning. Je bekijkt het ook. Ergens tegen aanvaren doet hij toch niet? Je vaart er met een Zodiac-boot naartoe. En dan breng je het aan boord. Dan kan je een container openmaken. Dan zit je het achter de deur. En dan doe je de containerdeur weer dicht. En je gaat terug, dan zit het aan boord. Maar omgekeerd hetzelfde. Je kan ook met de Zodiac naartoe varen. En het overboord zetten. En dan vaar je het gewoon weer terug. Dat dit kan dus. Er komt geen haven tussen, niks. Ja, ik geef je een of ander. Het kan zijn dat je het op die manier aanlevert. Ja. Maar het kan ook zo zijn, afhankelijk van het land, dat je dat zo weer ook ervan afhaalt. Ja, maar ik heb het toch niet wijsmaken dat de kapitein niks ziet? Hij hoeft daar niet per se iets van te weten. Of aan mee te werken. Dat is ook smokkelen, hè? Smokkelen is natuurlijk ook dat je iets verplaatst op een manier dat niemand dat weet. Dat is de truc.